Cambuur bij Leeuw Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur, Balans, onafhankelijke financiële dienstverlening, Energieinspectie Friesland, verduurzaamd vastgoed en Bier en Ballen voor ondernemers die met de factor fund zaken doen met elkaar. Trotse supporters van SC Cambuur. Trainer Henk de Jong, morgen de uitwedstrijd tegen Telstar en zelf weer op de bank. Hoe heeft Sander de boel achtergelaten? Maar daar zat ik niet een seconde over in. Sander en ik, we snappen elkaar precies. En die jongen die kan gewoon vrij uitwerken. Dat weet hij ook. Hè? Dus vandaar dat ik ook vorige week al zei, nou doe alles maar. Dat is ook leuk, man. Maar ook de rest van de jongens hebben het echt grote complimenten. Alleen ik vond er niks aan. Hey, hoe was het voor jou om op de tribune te zitten? Lijkt me wel een apart gevoel, of niet? Nou, je ziet zoveel. En dat zie ik anders ook wel. Maar ja, je hadden we ook afgesproken. Ik wil ook niet bellen. Hè? Maar op een gegeven moment hebben we wel, nou, er moet wel wat gebeuren. En dat deed ze hartstikke goed. Goede wissel, hè? Met Ragnar. Dus dat is mooi. En ik ben zo blij dat we wonnen. Ook vooral voor mijn staf, maar ook voor mijn jongens natuurlijk. Maar nu even in het bijzondere voor Sander en de jongens. Ja, en de manier waarop was denk ik ook lekker. Ook weer fijn dat je toch ziet dat je het met de hele selectie moet doen. Hè? Want de invaller maakt ook weer het verschil. Ja, dat is wel... Kijk, hoe je het bent of keert, Ragnar die... Die viel geweldig in. En ik zou ik heel eerlijk zeggen, daar heb ik ook wel een basisplaats in voor morgen. Alleen, hij was vanmorgen te laat. Dus dat gaat niet gebeuren. En dat is wel jammer. Dat is even hoe het is. En daar moet hij van leren. Want we kunnen alles winnen, willen. Maar alles moet goed. Hè? Het is een team. En daarin moeten we goed functioneren. En dit pakt hij wel weer goed op. Maar dat is wel zonde. Ja. En Maulin is er wel weer bij. Dat is wel weer fijn wat dat betreft, denk ik. Hè? Ja, maar dat is ook mooi. Ik vond Mitchell trouwens heel aardig doen. Hè? Maar Maulin is gewoon een voetballer. Als die echt fit wordt, dan kan die echt, echt verschil maken. Hè? En dan heb ik het niet alleen in voetbal, in steekballen en passes, openingen. Maar ook in standaard situaties. Die beheerst hij perfect. Dus dat is wel een wapen. Ja, en dan zit de transferwindow er natuurlijk ook op. Op de laatste dag Antonia nog even binnen weten te hengelen. Dat is toch niet zomaar een naam. Nee, ook compliment aan Fouke, heeft met hem gewerkt. Ik moet zeggen dat we hebben ongeveer 20 gesprekken gehad, 16 spelers gekregen, 4 niet. Ik moet zeggen dat heel prettig, Fouke en ik hebben in het verleden best wat we gehad. Hadden we lang begraven met z'n tweeën, maar dan moet je samenwerken. Nou, en ik moet zeggen dat het heel plezierig is, dat we de gesprekken gedaan hebben echt met kwaliteit. Er zit echt kwaliteit in. En dan reden we na de tijd weg en belden we met elkaar. Nou, dit moet goed komen. Nou, zo was het ook met Antonia. En daar hebben we 2 maanden terug al mee gesproken. Alleen die kwam in een lastige situatie zitten op Cyprus. En dat heeft Fouke meer gedaan, want die had altijd contact met hem, warm gehouden. En toen hij daar weg kon, toen heeft hij gezegd, ja, ik ga maar 1 club en dat is Cambuur. En dan ben je er wel trots op samen, hè, dat we dat gedaan hebben. Ja. Nou is hij er nog niet bij, want hij is nog licht geblesseerd, hè? Ja, hij heeft een lichte enkelblessure. Wist ik van tevoren, heeft hij keurig gemeld. Ik zei, jongen, daar maken we ons niet druk om. Misschien dat hij in oktober fit is. Dat is over 3 weken. Dan moet hij eigenlijk fit zijn. Geldt ook voor Doken Smit, proberen we ook fit te krijgen. Sven Nieuwpoort, moeten we fit te krijgen. Nou, ik vind al dat we een hele goede selectie hebben. En dan komen er weer 3 hele jongens bij. Ja, nou was het natuurlijk ook nog het doel om een nummer 6 te halen. Maar dan moest het wel echt een versterking zijn. Dat is niet gelukt. Maar ik denk dat het voor een Mees Hoedemakers bijvoorbeeld wel weer een kans is om zich te laten zien. Nou, ik spreek gewoon open kaart. Meesje in het begin was het moeizaam. Toen hebben we gezegd, nou, moeten we 16 erbij krijgen, ook om het niveau van Mees omhoog te krikken. Maar doordat het ook naar buiten kwam, is Mees daar echt heel goed mee omgegaan. Die heeft niet gedacht, nou laat maar komen. Ik ga echt mijn best ervoor doen. En ik moet zeggen dat hij fantastisch aan het ontwikkelen is. Dus soms heb je iets, als dat zich doorzet, ja, dan heeft alles een reden. Hè? En dan lukt dat even niet, maar dat is helemaal niet erg. Je kan niet alles krijgen. En nu heeft het weer zijn weerslag op Mees en die speelt vrij uit. Nou, en als die jongen zich doorontwikkelt, dan... Kijk, als we iets halen, moet het wel echt goed zijn. Want anders is het zonde. En dus als totale ploeg moeten we er beter voor worden. Nou, en dat vonden wij niet wat we konden krijgen. Nou, dan moet je het niet halen, zonde voor het geld. Nee. En dus staat de selectie zoals die staat. Maar ik denk wel een gemotiveerde selectie die er zin in heeft. Nou, niet normaal. Vanmorgen waren we trainen. Dat was echt zo'n hoog niveau. Daar was trots op. Ik ben altijd trots op mijn jongens, maar dit was zo apart. Het zegt niks over morgen hoor. Maar dit was wel echt goed. Daar komt er vast nog wel wat moois uit voort. Ja. Wat verwacht je eigenlijk van de wedstrijd? Want Telstar uit is traditioneel altijd lastig, denk ik. Ja, natuurlijk. Maar onder Mike Snoei was het al een goede ploeg. Goed voetballende ploeg.
En dat zal nu onder Anders Jonker niet anders zijn. Ze zijn lastig, thuis helemaal. En kunnen vrijuit spelen. Hè. Bij Telstar is toch de druk anders dan bij de Graafschap of bij Cambuur of dat soort clubs. Hè. En ja, kijk, hier bij Cambuur is altijd een hoge druk. En dat vind ik ook lekker. Alleen ja, dat is wat vrijer. En dat kan ook een heel groot gevaar zijn voor clubs als ons. Ja, waar ligt de kracht van die ploeg? Kun je dat duiden? We spelen verschillende systemen. Ja, daar moeten wij goed wat tegenover zetten. Maar nou, dat hebben we betraind. Dus nee. Als wij als Cambuur zijnde gewoon normaal doen, zullen we een heel eind komen. Maar ja, het blijft een lastige ploeg. Ja. Nou staan er 130 supporters plus minus op papier. Daar kan denk ik nog wel wat bij, hè? Nou, maar dat begint ook wel te komen straks. Dat kan ik begrijpen. En deze zijn er alweer. Hè. Je moet zien wat je hebt en niet wat je niet hebt. Hè. En Cambuur is een club die, nou, dat weten de supporters ook, dat gaat op een gegeven moment lopen. En dan zit het stadion vol en dan zit het uitvak vol. En er moet ook wat omgespeeld worden. En dan zit het vak vol, hoor. Maar ik ben al blij met de jongens en de meiden die er nu zijn. Dus ik zie altijd wat we wel hebben. Op naar de overwinning. Nou, we gaan ons best doen. En ik ga niet bijvoorbeeld zeggen dat we zomaar gaan winnen. Maar we gaan er wel voor spelen. En dat willen de mensen hier ook zien. En daar gaan we voor.